Hallo allemaal, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe editie van Focus Thuisbezorgd. Misschien wel de laatste vlog van mijn hand, want we zijn bezig met een nieuw concept. Daarover vertel ik jullie straks meer. Maar eerst ga ik wat tips geven voor thuis. En eigenlijk wil ik het vandaag vooral richten op één film die op Pickle te zien is, namelijk True Mothers. Het zou ook wel Two Mothers kunnen heten, want het gaat over twee moeders. Maar het heet True Mothers. Het is een Japanse film van Naomi Kawase. Zij heeft onder andere An gemaakt, A.N. Dat is een heerlijke feel-good film over een oudere vrouw die gaat werken in een eetentje waarbij ze die An van die broodjes met van het zoete bonenspul gaat maken. En daar komt ze in een leven van iemand anders en dat gaat ze helemaal op de kop gooien. Het is een heerlijke film. Ik vermoed dat jullie het wel gezien, want die was een ontzettende hit in Focus toen hij uitkwam. Maar Kawase heeft ook Radiance gemaakt, dat is haar laatste film, ook Still the Water. Ze debuteerde met Suzaku een hele tijd geleden, volgens mij 1998. En daarmee won ze op het filmfestival van Cannes al de Camera d'Or, de gouden camera, betekent dat, voor de prijs van de beste debuutfilm. En sindsdien is ze een graag geziene gast op het filmfestival van Cannes. En haar laatste film, deze dus, True Mothers, werd ook geselecteerd voor het hoofdprogramma. Helaas ging dat programma live niet door, fysiek niet door, dus is het online, heeft het plaatsgevonden, maar daar werd hij wel voor geselecteerd, wat wil zeggen dat het toch een bepaalde kwaliteitsstempel heeft. True Mothers, het is een verhaal over moederschap. En eigenlijk over de twee moeders, want het jongetje Asato is geadopteerd. En je ziet in het begin een lieflijk, gelukkig gezin, waarbij twee ouders een klein jongetje opvoeden. Maar op een gegeven moment wordt dat verstoord doordat er wordt aangebeld en, naar wat blijkt, de biologische moeder haar kind wil zien. Sterker nog, eigenlijk haar kind wil terug hebben. Vervolgens ontspint zich een ontroerend, delicaat verhaal over moederschap en zie je eigenlijk de twee verhalen van de twee vrouwen door elkaar verweven in een prachtig, mooi, traag gefilmd, bijna spiritueel verhaal. Je ziet namelijk hoe de biologische moeder als tiener per ongeluk zwanger is geworden en in een toch al moeilijk gezin opgroeit met heel veel eerkwesties. Kan zij die baby niet houden? Ze is 14, dus überhaupt natuurlijk een uitdaging. Maar daardoor gaat haar hele leven op de kop en moet ze haar kind ter adoptie aangeven en komt ze in een bepaald soort huis waar een andere moeder eigenlijk, een moederfiguur in ieder geval, over dit soort vrouwen zich ontfermt en zorgt dat zij rustig die baby kan krijgen en een goed tehuis voor, of een goed huis eigenlijk, voor die baby's vindt. Nou, dat wordt dus gevonden in de adoptiemoeder en haar man, die geen kinderen konden krijgen. Nou ja, dat gaat hartstikke goed, alleen op een gegeven moment wil Hikari, de biologische moeder, ja, die is op een gegeven moment bezig met verwerken en die is later ouder geworden en die wil eigenlijk haar kind weer zien. Deze film is een persoonlijk en intiem verhaal, niet alleen door wat er zich afspeelt bij de hoofdrolspelers, maar omdat de regisseuse Naomi Kawase zelf ook geadopteerd is. Dus zij maakt deze film vanuit haar eigen ervaring. Ik vind de film sowieso mooi gefilmd, goed geacteerd en sterk geschreven. Maar ik vind het vooral belangrijk dat het eigenlijk de menselijkheid voorop stelt. Zonder oordeel. Het gaat echt over de personen, over wat ze hebben meegemaakt. Vrij natuurlijk. Het wordt aan de kijker overgelaten wat hij ervan vindt. Ze neemt haar tijd. De film duurt 2 uur en 20 minuten. Maar ja, waar moeten we heen? En ik vind, ondanks dat ze een typische stijl heeft van filmen die je wel moet liggen. Sommigen noemen het spiritueel. Er zit sowieso veel natuur in. Ik nam die tijd ervoor. Ik ging mee met de hoofdpersoon, Hikari, en ik werd daarvoor beloond met een ontroerend verhaal. Dus ik hoop dat jullie dat ook zullen doen, die tijd nemen en net zo van genieten als ik. Ik vind het sowieso bijzonder, want het is een mooie film die we anders zeker in de zaal hadden vertoond. Helaas komt hij nu niet meer terug, omdat we zijn zo lang gesloten dat sommige films, wordt een soort opeenstapeling van films die uitkomen. Dus sommige films moeten enkel online te zien zijn. Dit is er één van. Kijk deze vooral dus op Pickle voor 8,50. Je vindt de link op onze website. Wat ook leuk is, trouwens nog om even te vermelden, dat
Er zit een korte film voor van 2 minuten, die heet Tourstrap. Sowieso een ontzettend leuk stop-motion animatiefilmpje. Dat is onder het mom van het project Ultrakort, waar we samen met het Filmfonds en de View Theaters een zestal filmpjes hebben geselecteerd. Die normaliter voor de hoofdfilm zouden zien in de zaal, als een soort van voorfilm. Maar nu hebben we dat op Pickle gezet. Dus als u de film kijkt, krijgt u gratis een filmpje erbij van 2 minuten. Animatie stop-motion film over milieu en erg leuk filmpje. Al zeg ik het zelf. Dus dat is allemaal een gratis bonus. Wat ook wel leuk is om te vermelden, is dat het IFFR Rotterdam aanstaande maandag begint, 1 februari. Misschien zou u normaal naar Rotterdam gaan om daar films te kijken. Helaas kan dat nu niet, want het festival gaat enkel online door. Maar het gaat wel door online met een kleinere selectie. Er zitten prachtige titels bij en je hebt nog steeds de Tiger-competitie die helemaal online te zien is. En de Big Screen Award is ook helemaal te zien. Maar er zitten ook een aantal Limelight-titels. Dat zijn eigenlijk de titels die, de gro wat grotere titels die normaal ook in focus zouden draaien. Nou weten we natuurlijk niet of die titels naar focus komen en wanneer. Dus je kunt ze alvast op iffr.com bekijken. En dan geef ik alvast één tip en dat is Riders of Justice. Dat is de openingsfilm. Dat is een Deense zwarte komedie van de maker van Adam's Apples and Men and Chicken. Misschien hebben jullie die wel gezien. Het heeft sowieso crème de la crème van de Deense acteursgilde in zich. Waaronder Mads Mikkelsen. Het is ontzettend grappig en het is ook erg onderhoudend en vermakelijk. En het heeft ook nog wel een boodschap. Maar het is lang geleden dat ik zo heb gelachen om een film. Ik heb echt hardop geschaterd achter mijn laptop. Dus kijk die vooral. Ook daar is het 8,50 per kaartje. Volgens mij zit er geen max aan, maar ja, wat let je om alvast een kaartje te gaan kopen? Kan je volgens mij de film 72 uur lang zien als je hem hebt gekocht. Dus ga naar iffr.com en kijk Riders of Justice. En ja, dan zie ik jullie hopelijk weer in wellicht wel de nieuwe opzet al volgende week. We zijn ermee bezig. Hou onze kanalen in de gaten. Tot die tijd, kijk True Mothers of Pickle, Riders of Justice op iffr.com en tot snel.